Het verhaal van Koud Kunstje. Hallo lieve bezoeker, ik ben Angelique, een van de twee verslaggevers bij Wintercircus Arlette Hansson, en ik vertel jullie alvast over de voorstelling Koud Kunstje. Eerst wat over de praktische zaken. Je bent vanaf een uur voor de voorstelling welkom in het theater. Dan kun je namelijk al naar het Voelplein. Op het Voelplein kun je attributen en kostuums voelen die in de voorstelling gebruikt worden. En er zijn maquettes van het decor. De artiesten geven daar ook toelichting bij. Voor de voorstelling begint krijg je een klein kastje met een hoofdtelefoon. Daardoor hoor je de verslaggevers Hilbert en Angelique live vertellen wat er allemaal te zien is. Op het kastje zit een knop waarmee je het geluid harder en zachter kunt zetten. Iedereen heeft in de theaterzaal een gereserveerde stoel. Er is geen apart vak. Neem je een blinde geleidehond mee, dan is het handig om vooraf met het theater te overleggen of je een plek aan de zijkant kunt krijgen, zodat je hond lekker kan liggen. Graag vertel ik je nu wat meer over de voorstelling. Wintercircus Arlette Hansson maakt circus theater. Dat betekent dat alle circusacts geïntegreerd zijn in een thema, een verhaal. De artiesten doen meer dan alleen hun eigen kunstje. Ze doen ook volop mee in andere acts. De voorstelling speelt zich af in een dorpje. Er is een winkel, een hotel, er staan huizen en zelfs een flat. Er is ook een groot dorpsplein. Een gewoon dorpje met ongewone bewoners, want alle bewoners zijn artiesten. Ik stel ze graag even aan je voor. De burgemeester Tintin en de wijkagent Agustin zijn allebei clowns. Ze proberen samen de boel in het gareel te houden, maar er gaat nogal eens wat fout. Ze jongleren ook, maar echt handig zijn ze niet. Safia is eigenaresse van het hotel, maar kan ook bloedstollende trucs aan de zwaaiende trapezen. Dan hebben we boer Walter en boerin Jessica, met hun slimme honden. En nog een hele verzameling andere bijzonder knappe boerderijdieren. Willem runt de plaatselijke supermarkt, Willems winkel. Daarnaast is hij ook jongleur en acrobaat. Maartje heeft een huisje met veel bloemetjes en houdt van rode kleren en van yoga. Ze is ook jongleur en luchtacrobaat in een soort gordijnen. Onder het huis van Maartje is een beschutte plek. Daar slaapt Daan. De zwerver van het dorp. Hij ziet er vies en haveloos uit. Naast het hotel staat een klein huisje waarin alles heel erg netjes is. Dat is het huisje van Tobias. Tobias houdt van orde en structuur. Dat komt in zijn knappe Rola-act goed van pas. Alles draait daarbij om balans en precisie. Boven op het hotel zijn ook nog twee huisjes. De eerste, daar woont Eva. Eva heeft een bijzonder huisdier, een tamme rat. Eva is een sterke meid en ook vanger in de trapeze. Het allerhoogste huisje is van Jolène, een klein beweeglijk meisje met lang haar. Ze houdt van schilderen, maar kan niet lang stilzitten. Ze vouwt zichzelf met gemak in de raarste bochten en in de trapeze kibbelt ze met Eva. In het dorp komt regelmatig een man op een fiets voorbij met een grote postzak, pakketjes en brieven. Dat is Roel. Roel is de postbode en hij is jongleur en acrobaat. Ook Johnny komt regelmatig langs, een glad Janus in een paars pak met zonnebril. Pas op je centen als hij in de buurt is. Een bont gezelschap dus. En juist als het jaarlijkse dorpsfeest wordt aangekondigd, komen er ook nog drie niets vermoedende Chinese toeristen op bezoek. Ze spreken alleen Chinees en blijken toevallig ook topacrobaten te zijn. Het live orkest onder leiding van Vincent bestaat uit 7 muzikanten. Ze bespelen allemaal meerdere instrumenten. Je hoort onder andere trompet, saxofoons, trombone, eufonium, gitaar, mandoline, basgitaar, slagwerk en een keyboard. Je gaat het allemaal meemaken bij Koud Kunstje, een voorstelling met topartiesten uit onder andere Duitsland, Argentinië, België, Nederland, Réunion en China.
Tot ziens bij de voorstelling. Dag!